Frits Barend, je hebt meegevoetbald net. 2-0 gewonnen, gefeliciteerd. Jong maar voetbal, wat is daar zo bijzonder aan? Nou, het bijzondere is dat er al of meer dan 35 jaar dat ik meedoe, dat alles en iedereen uit Joods en Nederland hier verzameld is. Dat er vreselijk hard wordt gevoetbald, dat er echt om de overwinning wordt gestreden. En dat er daarnaast een geweldige sfeer hangt die typisch Jom H is. Het is niet te beschrijven eigenlijk. Bijna alle Joden komen hier naartoe, maar ook niet-Joden vinden het ontzettend leuk om hier naartoe te komen. Ze zijn een beetje jaloers dat we dit organiseren. Ik heb ooit een keer een discussie gehad, moet het nou een toernooi voor Joden alleen? Ik zeg, mogen we één keer per dag, één keer per jaar bedoel ik, één keer per jaar. Ja. Ja, mijn vriend heeft me overgehaald om de Filip te leggen. Ja. Zodat we gaan winnen. Oké. Dus ik hoop het eigenlijk wel. Het zou moeten helpen. We hebben het aan God gevraagd. Dus ik hoop dat we gaan winnen. Veel succes. Ja, dankjewel.